Wie zet de Wagenaar een seizoen met vallen en opstaan? Nou, dat weet ik niet. Wij hebben echt heel veel prijzen gepakt met z'n drieën seizoen. Iets minder eerste dan die jaren daarvoor, maar echt genoeg prijzen gewonnen. Dus ja, ik vind dat we een goed seizoen hebben gehad met z'n drieën. Dan met name het begin van het seizoen dat Fenna blesseert rekent. En dat is lastig erin komen, liet het mij. Ja, natuurlijk vind ik het lastig. Ik weet niet hoe lang ze geblesseerd is geweest. Ze heeft natuurlijk wel even last gehad, maar daarna hebben we het wel goed opgepakt. We hebben heel veel prijzen gewonnen. We hebben in die 4 jaar dat we samen kaas ook heel veel gewonnen. Dus ja. Ja, hoe jammer is het? Voor ons is het niet jammer dat we zo iets minder eerste prijzen winnen dan de jaren daarvoor. Dat maakt niets uit. En dan krijg je begin augustus praten hier met Keertsen. Hoe geef je volgend jaar? En dan zegt ze Ginny van wij stoppen er mooi. Wat doet dat dan mooi? Ja, je weet als je met hun ging kaatsen, weet je dat ze een keer gaan stoppen. En je weet dat ze tegelijk gaan stoppen. En ik wist het natuurlijk iets eerder dan de rest. En ja, natuurlijk is het jammer dat ze stoppen. Voor het kaatsen is het jammer dat ze stoppen. Voor mij is het jammer dat ze stoppen. Maar ja, het is hun keuze en ik begrijp dat ze die keuze maken. Dat is logisch. Helemaal als de just van de belasting. Met name Fenna dan. Leonie Onorenkont, die had het gezin natuurlijk, ik nog. De belasting is groot, hè? Natuurlijk is de belasting groot als je werkt en je hebt kinderen of je bent volleybal aan het spelen. Ja, dat kost gewoon heel veel energie. En als je het kaatsen erbij moet doen, dan moet je ook voor trainen. Moet je ook wedstrijden en je bent het hele weekend kwijt. Dus ja, dat is logisch dat ze nou hiervoor kiezen. Wat begint er dan bij die zelftrouw te hollen? Of heeft als een keer nooit dacht van altijd gebeuren dit, dan doe ik dat en dat? Natuurlijk weet je met wie je wil kaatsen. Als er iets gebeurt, dan weet je met wie je wil kaatsen. Ik heb altijd heel leuk met Imke gekaatst. De jaren hiervoor, voor Fenna en Leonie, heb ik met Imke gekaatst. En ik dacht, ja, daar dacht ik gelijk aan. Ik dacht, die heb ik meteen gebeld. Dat weer de eerste optie. En dan komt de achterinse. Hoe lang moet je hem daar nooit denken? Nou, we waren het eigenlijk wel eens. Jeannette is een hele goede kaatser, heeft heel veel talent. Enthousiast en hij is volgens mij heel sterk. Dus daar waren we het snel over eens. Wat vind je ervan op het moment dat het nou zo werd van dat partuur van Ilse Tuninga, dat die keer deze prijs altijd wil zeggen? Nou, dat weet ik niet. Het is een goed partuur, natuurlijk is het een goed partuur. Maar ja, er zijn meer goede parturen en wij gaan ze het gewoon heel lastig maken. En wij hebben ook een heel goed partuur, denk ik. Dus, ja. Stoort het hier net? Want daar heeft gewoon Fjouwer hier nou aan het topic staan. Nee, helemaal niet. We hebben nu volgend jaar ook heel goed bestuur, dus ik zie dat niet. Ik bedoel dan, had het die net stoort op het moment dat er zou praten wordt van ze kennen Kronsen voor Jan. Nee, maar mensen hebben toch, vinden het toch altijd wat en dat maakt me niks uit. Nee. Doe je eens nog voetbal? Net blesseerd eruit zien? Nee, dat is niet de bedoeling. We hebben nou weer wat anders. Hey, voetballen vind ik ook altijd heel leuk in de winter. En dan, dat is toch de hele tijd weer even anders en dat vind ik altijd wel heel leuk. En wanneer begint het nieuwe seizoen voor Duiden? Daar moeten we het nog even over hebben, dat weet ik nog niet precies. Het zal maart, april zijn? Nou ja, ik denk maart, denk het wel, ja. Ja. Kortom, had je dit seizoen, best tevreden met een nieuwe tour? Ja, ik ben heel tevreden over het seizoen. En dan ook gewoon die jaren die ik met Fenna en Leonie heb gehad, dat is natuurlijk super geweest. We hebben alles gewonnen wat we wilden winnen. We hebben meer gewonnen dan we hebben ooit hadden kunnen verwachten, denk ik. Als je 30 keer wint met z'n drieën en na zoveel tweede en derde prijs heb je vast ook wel gewonnen. Dan kan je niet anders dan tevreden zijn. En voor volgend jaar, ja, weer hartstikke blij met mijn nieuwe partuur. Ja, zeker. En voor die zaal ik een nieuwe stap. Zo is het, weer wat nieuwe kansen.